De stationsbuurt en het oude centrum in Den Haag zijn wijken in opkomst. Met een dynamisch en stedelijk karakter en een gevarieerde bevolking. Om de leefbaarheid in de wijken te verbeteren knapte WOM verschillende panden op. De WOM is opgericht in 2008. Het is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Den Haag en woningcoöperatie Stedion. En wat de WOM doet is de ontwikkeling, de renovatie en het onderhoud van het vastgoed in de stationsbuurt en het oude centrum van Den Haag. De WOM bouwt en knapt panden op voor studenten, starters en hoge inkomens. Zo wordt het levendige karakter van de buurt versterkt. Ik heb 20 jaar op de Stille Veerkade 31 op 31A gewoond. Ik heb de hele tippelzone hier voor de deur nog meegemaakt. Ik heb de aanleg van de stadsverwarming meegemaakt. Ik heb eigenlijk anderhalf jaar vanuit mijn woning die ik huurde naar de overkant gekeken, waar drie huizen door de WOM zijn opgeknapt. Toen ben ik hier gaan kijken en toen bleek dit huis, nummer 40, eigenlijk de meeste potentieel te hebben wat betreft de mogelijkheden. Hoe je terecht gekomen zijn is eigenlijk heel spontaan. We wonen bij een vriendin en we waren op zoek naar een huis. En op een gegeven moment fietste ik hier langs en er hing een poster op de muur of op het raam, huren kan ook. Ik dacht, hey, ja, huren kan ook. Ik heb niet eens met mijn vriend hoeven overleggen. Ik zei, dit is ons huis, dit is prima, hier gaan we wonen. Het worden echt fantastische huizen, het wordt echt heel mooi. Er zit hier in deze straat nog meer van die huizen die opgeknapt worden. Ook winkels. Ja, ik vind het heel positief. Ik vind het heel positief wat ze doen en ik hoop dat ze het ook blijven doen. De WOM heeft ruim 300 panden in bezit, waarvan een groot deel inmiddels is opgeknapt. Restauratie, renovatie is daarbij de regel. Sloop en nieuwbouw zijn de uitzonderingen. De WOM houdt heel erg veel rekening met toekomstige bewoners en ondernemers. En daarbij vinden we het ook heel erg belangrijk dat de panden passen in het straatbeeld. En daarbij kijken we ook heel erg naar hoe de panden in de omgeving eruit zien. Bedrijfspanden in de wijk worden niet alleen opgeknapt. De WOM gaat ook op zoek naar geschikte ondernemers. Passend bij de wijk. Dat is niet alleen goed voor de bouwkundige staat van de gebouwen, maar ook de kwaliteit van het woon-, winkel- en horecaaanbod neemt hierdoor toe. Fiets Express is ook hier gaan vestigen omdat we dicht aan de snelweg zitten. Om ervoor te zorgen dat de bedrijven toch nog heel goed en snel bediend kunnen worden. En wij de pakketten voor nationale en internationale klanten snel kunnen afleveren op hun gewenste adres. Ja, ik had het idee van de vegetarische snackbar en daar zocht ik een geschikte locatie voor. En dan ga je kijken en was er een pand bij Holland Spoor leeg. Ja, en Holland Spoor is een goede locatie met heel veel mensen rondom. Toen heb ik het pand bezichtigd en moest ik op gesprek komen. Toen kreeg ik dus te horen dat ik eigenlijk niet onderscheidend genoeg was, omdat hier drie deuren verderop ook een snackbar zit. Dus toen heb ik ze echt moeten overtuigen van ik ben echt iets anders dan een gewone snackbar. Ja, en toen uiteindelijk na een aantal dagen werd ik gebeld van je krijgt het pand toch? Nou, daar was ik echt super blij. Ja, WOM vind ik best een goede organisatie, omdat ze ervoor zorgen dat er inderdaad niet 10 dezelfde winkels naast elkaar gaan komen. En wat een straat dus ook levendig houdt, dus gespreid aanbod.